Nou, hier staat hij, mijn zaagtafeltje. Die parallelaanslag, die hangt ernaast. Want als ik die daar nog een keer hier bovenop leg, dan past die daaronder niet meer tussen. Maar dit werkt. Ik kan hem mooi zo daarachter dat gat inschuiven. Hij kan keurig netjes nog langs die van diktebank. Ja, het was maar een heel goedkoop zaagtafeltje. En die parallelaanslag en al die toebehoren, alles wat erbij zat. Dat kon je eigenlijk net zo goed gelijk de vuilnisbak in donderen. Maar je kan het zaagblad kantelen, dus naar 45 graden. Dus op zich, met alles wat ik daarna zo aan verbouwd heb, is het eigenlijk best wel een heel goed zaagtafeltje geworden. Het is echt wel een fijn ding om mee te werken. Maar ja, een zaagtafel blijft altijd een gevaarlijk iets. Dus ideeën voor verbetering of wat dan ook, of voor meer veiligheid, dat is altijd welkom. Ik heb trouwens vanmorgen van een van de abonnees wel een goede tip gekregen. Nou, oké, dat was hem weer even. Bye bye.